Drie minutes gaat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 13 november 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Daily Minutes, 13 november 2021. Dit is het bulletin van zaterdag. Vandaag beginnen we met deel 2 over programmeerbare logica door Pascal PA3 FKM. En verder is er een extra lang gedeelte over de historie van onze hobby. Ik begin met het item over programmeerbare logica. Bij deel 1 van deze serie hebben we het gehad over het verschil tussen ROM-geheugen en programmeerbare logica. Bij de eerste, ROM, worden op adressen getallen opgeslagen en bij de tweede worden er AND-poorten geprogrammeerd. Althans, bij de eerste programmeerbare logica was dat zo. Signetics die ging dus nog iets verder dan concurrent Lattice en bood de keuze tussen AND- en OR-poorten aan. Klopt. Dergelijke logische poorten ben je vast wel eens een keer tegengekomen. Ze zitten in zogenaamde TTL-logica en later de latere CMOS-logica. En die zijn opgebouwd uit dat soort poorten. Er zijn ook wel andere varianten, maar dit zijn wel de meest gebruikte en meest bekende. De AND-poort, die levert bijvoorbeeld een cijfer 1 op de uitgang op. Als de ingangen, de twee ingangen die heeft, alle twee 1 zijn. Anders is de uitgang 0. Dus alleen als de beide ingangen 1 zijn, is ook de uitgang 1. En in alle andere gevallen, dus 1 poort aan de ingang 1 en de andere 0, dan is de uitgang 0 en beide, dan is die ook 0. De OR-poort, de OF-poort eigenlijk in het Nederlands, die geeft een 1 op de uitgang als 1 van beide ingangen 1 is. En anders is ook de OF-poort uit. Dus bij 1 ingang die 1 is, is de uitgang 1. Bij de andere ene ook. Maar zijn ze alle twee 1 of zijn ze alle twee 0, dan is de uitgang ook 0. Nou, daar kun je dingen mee, daar kun je logische vergelijkingen mee oplossen in het binaire stelsel. Maar dat leidt ook tot allerlei elektronische schakelingen en ook weer tot digitale technologie die je toch ook weer op hoogfrequentachtige manier kunt gebruiken. Dat was toen nog vrij primitief, het was geen SDR, maar bijvoorbeeld kon je frequentietellers maken met dat soort techniek. En dat was toch wel heel mooi dat die dingen er kwamen, want daarvoor was de frequentie toch een beetje lastiger te bepalen. Dat moest je doen met calibratiekristallen die dan weer gelijk zetten met tijdzenders en eikingszenders zoals WWV. Maar goed, dat is een zijstraat. Even kijken waar ik nu gebleven was. Oh ja, maar uitleggen wat die poorten doen. In zo'n programmeerbare chip, dus van Signetics, zitten dus meerdere AND- en meerdere OR-poorten die je door de chip te programmeren op een bepaalde manier kunt combineren. Door de logische gates op deze manier slim te combineren, kan de functionaliteit van de chip naar eigen wens bepaald worden. Iets dat een bepaald adres in een geheugen kan selecteren, of een teller met een specifieke eigenschappen, die kan op deze manier met zo'n chip heel gemakkelijk gemaakt worden. Dus iets wat bijvoorbeeld de adressen van een geheugen langs moet tellen. En ook een timerschakelaar gaat heel eenvoudig. En je hebt er alleen maar die chip voor nodig. En ja, je kunt dat doen door de schakeling op de ouderwetse manier te ontwerpen. Dus je maakt gewoon met componenten, ontwerpjes en schakeling. En die vertaal je dan naar een stukje software dat vervolgens in de chip wordt geprogrammeerd. De voordelen van een dergelijke chip zijn echt legio. Zeer grote schakelingen konden nu ineens een stuk kleiner gemaakt worden en daardoor vooral ook sneller. Door de chips van een venstertje te voorzien konden ze net als een EEPROM met UV-licht worden gewist en daarna weer opnieuw geprogrammeerd en hergebruikt worden. Het ontwikkelen van nieuwe schakelingen was nu ineens een stuk eenvoudiger geworden, omdat een fout nu snel kon worden opgelost door de chip in het apparaat opnieuw te programmeren. Hoefde niet de hele schakeling opnieuw op te bouwen. Ook was er minder voorraad nodig. Immers een IC waaraan naar wens een functie kan worden toegekend, maakt een hele hoop andere IC's overbodig. Voorraad kost geld en zo wordt er dus ook geld bespaard.
Soms kom je nog wel eens de term GAL tegen, gal. Maar dat is gewoon een andere naam voor een vergelijkbare oplossing als dit. Door er een andere naam aan te geven, wordt gekibbel tussen fabrikanten voorkomen. De technologie was niet heel erg wijd verspreid in die dagen, want je had er bijvoorbeeld net als voor EEPROMs een speciale programmer nodig. De chips waren ook niet goedkoop en niet gemakkelijk te verkrijgen. En daarnaast was voor deze nieuwe technologie ook kennis nodig waarover niet iedereen beschikte. Desondanks waren de chips veel gebruikt in bijvoorbeeld de luchtvaart en voor militaire toepassingen. Binnenkort deel 3, waarschijnlijk morgen al. Deel 9 van de historie van het centamateurisme gaat over de historie van 70 megahertz. We waren gebleven bij het International Geophysical Year. Net voor en net na de Tweede Wereldoorlog was een van de meest populaire amateurbanden de 5 meter band. In Engeland, zowel als in Nederland, was dat het geval. Voor de oorlog zat die band in Engeland rond 56 megahertz. Toen na de oorlog het centamateurisme weer werd toegestaan, was de 5 meter band in Engeland toen tussen 58,6 en 60 megahertz al snel opnieuw heel populair. Dat duurde echter niet lang, omdat de band nabij kanaal 4 in 1949 werd toegewezen aan de BBC voor televisieuitzendingen. Vrijwel tegelijk werd de amateurband daarop in zowel Nederland als in Engeland ingetrokken. In Nederland kwam daar geen compensatie voor. Amateurs verhuisden vermoedelijk naar 28 MHz en later naar 144 MHz. De RSGB in Engeland bleef echter lobbyen en na 7 jaar in 1956 kregen zij voor de verloren gegaane 5 meter band 4 meter terug. Toen nog tussen 70,2 en 70,400. Later werd dat 70,0 tot 70,500. Centamateurs in Nederland mochten overigens tijdens het International Geophysical Year, het IGY, waar we het vorige week ook over hadden, ook gebruik maken van de 70 MHz band. Dat was echter een tijdelijke zaak. Waar de Engelsen de band mochten blijven gebruiken, hield het in Nederland weer op. Decennia lang bleef het bandje vervolgens beperkt tot slechts enkele landen. Om die reden is er ook betrekkelijk weinig amateurapparatuur die standaard geschikt is voor 70 MHz. En langzaamaan begint dat overigens wel te veranderen. Traditioneel werd er deels uit noodzaak altijd meer zelfbouwapparatuur gebruikt dan op andere banden. En daarnaast werden veel omgebouwde mobiele phones gebruikt. Lange tijd waren het alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar amateurs op 70 MHz mochten werken. Daarnaast was er Portugal, inclusief de Azoren en verder enkele gemene bestlanden. Pas toen door het uit de lucht gaan van de analoge televisie in de meeste Europese landen de lage VHF vrijkwam, kwamen er schoorvoetend steeds meer landen bij met meestal een veel kleinere allocatie dan in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar was. Een hardnekkig gerucht is overigens dat Defensie in Engeland de toewijzing voor de amateurs daar uiteindelijk mogelijk had gemaakt. Doordat de band in veel landen primair voor militaire communicatie wordt gebruikt, was de gedachte dat in het Oostblok de uitzendingen van Defensie wel door de amateurs uit Engeland overstemd zouden worden, terwijl er lokaal vanwege de skipafstand geen storingen zouden plaatsvinden. Dit gerucht is overigens altijd door de Engelse overheid ontkend. Opmerkelijk is dat het ondanks het ontbreken van repeaters, die zijn ook nu nog nergens op 4 meter toegestaan op enkel papegaai-repeaters in België na, dat het bandje altijd zo populair is geweest, met name in Engeland. Voordelen boven 2 meter zijn onder andere het grotere bereik. Daarnaast ontbreekt bij mobiel gebruik, net als op 50 megahertz, de QSB nagenoeg geheel, omdat op dit soort lage frequenties bijna geen sprake is van reflecties. En sowieso gaat de fading door de grotere golflengte heel veel trager. Verder gaan signalen op 70 megahertz veel gemakkelijker dan hoge frequenties gewoon door de bebouwing heen, ook al doordat het niet gereflecteerd wordt. In de afgelopen jaren raakte onder andere door de komst van de goedkope Chinese portofoons de populariteit van deze band in Engeland nog verder in de stroomversnelling. Sinds 1 januari 2012 hebben amateurs in Nederland dus de beschikking over een riante allocatie in deze bijzondere en zeer exclusieve amateurband. Die allocatie is als een van de weinige landen even groot als de Engelse. Aan de amateurs nu de taak om de band zowel bij goede als bij slechte condities te gaan gebruiken. Ja, ik heb deze tekst geschreven toen de band vrijkwam hier. Door de ruime toekenning is er zeker genoeg plek voor lokale QSO's, zonder dat de X'ers daarvan hinder zullen ondervinden. Ja, komen we aan deel 10 over de historie van de zendhobby. We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Het kan er echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar het allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronicsradio.com probeert die vraag te beantwoorden. In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd. Daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van het draadloos communiceren en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privépersonen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs. In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte en vooral waarvoor kun je ze gebruiken.
Omdat iedereen zomaar een zender en een ontvanger kon bouwen en daarmee kon experimenteren, deden de mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur nou echt was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een zendamateur? Als je alleen uitzendt of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt? Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van M.J.C. Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen. Dennis claimde dat hij het eerste niet-beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bij gevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog extra kracht bijzet. Dennis had later als call DNX, Delta November X-ray, ja, er waren nog geen reguliere calls zoals we die nu kennen, later verhuisde hij naar Ierland, waar hij onder de roepnaam Echo India 2 Bravo werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. MJC Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitter Society, IRTS. We beginnen nu met deel 11 van de serie over de radiohistorie. Nou, radiohistorie, de historie van onze hobby. In de begintijd van de amateurzenders, zo rond de eeuwwisseling van 1900 dus, waren de tijdschriften gek op amateurs. Ze kregen er niet genoeg van en dus verscheen er een grote hoeveelheid artikelen. Ook verschenen er veel boeken over het nieuwe fenomeen zenden. Die boeken en artikelen beschreven vaak praktische details over hoe de apparatuur hiervoor kon worden gemaakt. In januari 1898 was het, verscheen een tijdschrift genaamd The Model Engineer and Amateur Electrician met een artikel van Leslie Miller over details voor experimenten door radioamateurs, inclusief een beschrijving van een basale zender en ontvanger. Het artikel had als titel Some Interesting Experiments for Amateurs, een paar interessante experimenten voor amateurs. En het begint met de tekst, toen amateur-electriciens in de krant lazen dat in het parlement om een bedrag gevraagd werd om experimenten te kunnen uitvoeren met de apparatuur van Marconi voor telegrafie zonder draden. En dat deskundig personeel bij de Britse post de middelen hiervoor voor opvraag beschikbaar had, dachten deze amateurs waarschijnlijk dat dat soort testen ver buiten hun bereik lagen. Miller beschrijft in het artikel dat dit zeker niet het geval was en dat radioamateurs, of zoals hij ze noemde, radio-electriciens, nog steeds mee konden doen en zelfs experimenten konden doen. Miller publiceerde vervolgens meerdere artikelen in de latere edities van het blad, waarbij hij aangaf dat ook hij tot deze eerste radioamateurs behoorde. Miller claimde echter niet de eerste te zijn, maar hij was zeker een van de eerste, of wellicht samen met de eerder genoemde M.J.C. Dennis de eerste. In Amerika begon de interesse met een artikel in juli 1899 in het blad American Technician, getiteld The Apparatus for Wireless Telegraphy, de apparatuur voor draadloze telegrafie, geschreven door professor Jerome J. Green. In het artikel beschreef de professor tot in detail de apparatuur benodigd voor een zender, een ontvanger, door middel van een coherer werkte die, en de antenne. Verder verscheen er een boek Draadloze Telegrafie en Hertziaanse Golven door S. Bottone met een uitgebreide uitleg van de benodigdheden en hoe een zender en een ontvanger konden worden gebouwd. Voor de ontvanger werd een glazen buis gebruikt, een paar kurken, ijzer en twee koperen draden. Het was met name dit boek dat de interesse bij het grote publiek voor het fenomeen radio en voor zendamateurisme in die tijd aanwakkerde. Het is heel moeilijk om vast te stellen wie nou echt die eerste radioamateur was. Volgens sommigen was Marconi de eerste radioamateur. Toen hij met zijn experimenten begon, was hij namelijk zeker nog geen ondernemer. Anderen vinden dat professor D.E. Hughes, de eerste amateur was. Die maakte namelijk thuis een vonkzender, zonder dat hij echter wist hoe hij die signalen op een ontvanger op enige afstand weer kon detecteren. Of was het toch een van degenen die hiervoor in het onderwerp al genoemd werden? Wat wel zeker is, is dat veel mensen aan het eind van de 19e eeuw begonnen met experimenteren en dat de interesse hiervoor in de jaren daarna ook alleen maar sterk toenam. Eind jaren 90 van de 19e eeuw waren het dus wel het moment waarop onze hobby dus begon. Deel 12 van de serie over de historie van onze hobby gaat over onze amateurbanden. Tussen veel van de amateurbanden, maar ook bijvoorbeeld de vroegere scheepvaartbanden, zit een harmonische relatie. 80 meter is bijvoorbeeld de helft van 40 meter, 20 meter is daar weer de helft van en 10 meter ook weer.
Meerdere banden lijken wat dat betreft uit de boot te vallen. In veel gevallen is daar een historische reden voor. Ook zijn er later banden bijgekomen waarbij die harmonische relatie deels is losgelaten. 15 meter is bijvoorbeeld zo'n buitenbeentje waarbij heel lang geleden van deze indeling is afgeweken. Een historische reden om deze indeling los te laten was bijvoorbeeld de komst van de televisie op de lage VHF. We noemden dat eerder al. De populaire 5 meter band, eerst rond 56 MHz en later net onder 60 MHz, moest verdwijnen toen de BBC op kanaal 4 met uitzendingen van tv begon. 5 meter is de helft van 10 meter en past dus keurig in het lijstje. Voor wie mocht denken dat het misgaat bij 2 meter, die komt dus zelf enigszins bekocht uit. Ook de 2 meter band is er later pas bijgekomen. Voor de oorlog hadden de amateurs de 2,5 meter band. Die begon net boven 108 MHz. In de Tweede Wereldoorlog, toen het zendamateurisme nagenoeg overal verboden was, werd besloten om voor de geallieerde bommenwerpers de hoogste frequentie te gebruiken, waarvoor met de stand der techniek van dat moment nog betrouwbare apparatuur gemaakt kon worden. Dat was het bandje net boven de 108 MHz. Vele duizenden bommenwerpers werden er zo uitgerust met VHF-apparatuur voor die band. Een voormalig amateurband dus. Na de oorlog was er de wederopbouw en werden de bommenwerpers vaak tot passagiersvliegtuigen omgebouwd. Om in deze opbouwfase te voorkomen dat de radioapparatuur aan boord ook moest worden omgebouwd, werd ervoor gekozen om als luchtvaartband voor de civiele luchtvaart de band te kiezen waar de meeste vliegtuigen al op konden werken. Hierdoor raakten de amateurs de 2,5 meter band dus kwijt en daarmee ook de band die in het rijtje zo goed paste. Overigens 144 MHz de band die daarvoor in de plaats kwam ook niet slecht gekozen. De 70 cm band ligt op de derde harmonische van de 2 meter band. Ook de band die de helft is van de 2,5 meter band is een amateurband. Ik heb niet kunnen vinden of de 1,25 meter band in Europa CQ Region 1 ooit legaal geweest is. In Caribisch Nederland, dat net als de VS in Region 2 ligt, Region 2, mag deze band dus wel door amateurs gebruikt worden. In megahertz is dit 220 MHz. 70 centimeter is overigens weer, zij het bij benadering, de helft van 1,25 meter. In Region 2, waar de 70 centimeter band aan de bovenkant tot 450 MHz loopt, klopt het beter dan hier. In Region 2 is er trouwens ook nog een 33 centimeter band, die weer de helft is van 70 centimeter. Deze 900 MHz band is er echter kort na het jaar 2000 bijgekomen. In het volgende deel van deze serie gaan we in op het kwijtraken van 1 MHz van de 10 meter band, de huidige 27 MHz band, die vroeger ook een amateurband was. Deel 13 van de serie over de historie van onze zendhobby gaat over het kwijtraken van ruim een derde van onze oorspronkelijke 10 meter band. Een gebeurtenis die samenvalt met het ontstaan van de 27 MHz Citizens Band. Het initiatief voor een burgerband, radiocommunicatie voor familiegebruik en kleine bedrijven, gecombineerd met de mogelijkheid voor op afstand bestuurde vliegtuigen, werd in de VS al in het laatste jaar van de oorlog in 1945 genomen. De oorspronkelijke CB-band liep van 460 tot 470 MHz. Er waren twee klassen apparatuur, klasse A en klasse B. Klasse B hoefde aan minder hoge technische eisen te voldoen, maar had ook een kleiner frequentiebereik. Pionier op dit gebied, Alfred J. Gross uit Canada, was de eerste die met zijn speciaal hiervoor opgezette Citizens Band Corporation eind jaren 40 de eerste klasse B walkie-talkies voor de band op de markt wist te brengen. Hij was een van de zeer weinigen die dat lukte. Ondanks dat er enige apparatuur voor verkrijgbaar was, bleek de hoge frequentieband ook echt te hoog gegrepen voor de techniek van eind jaren 40, begin jaren 50. De apparatuur was simpelweg te kostbaar voor gewoon familiegebruik en de apparatuur was ook niet bepaald praktisch voor gebruik door de gemiddelde burger. Senaatsleden wilden eind jaren 50 eigenlijk het gebruik van de Citizens Band, dat zo onsuccesvol was, weer beëindigen. Maar desondanks werd op 11 september 1958 een klasse D voor CB geïntroduceerd. Voor die klasse D moesten de gelicentieerde amateurs de onderste megahertz van de 10 meter band afstaan. En in een klein gedeelte van dat spectrum werden 23 kanalen voor klasse D CB gebruikers ingericht. 22 van die kanalen zaten in het deel van die band dat eerder van de zendamateurs was. Het 23ste kanaal werd toen gedeeld met radiobesturing van modelvliegtuigen. Een groot deel van de band tussen 460 en 470 MHz werd vervolgens ingedeeld voor zakelijk gebruik en voor hulpverleningsdiensten. De klassen A en B zijn nog niet helemaal opgeheven. In de VS heb je twee systemen voor waar wij hier PMR 446 hebben. Family Radio Service, FRS, en General Mobile Radio Service, GMRS. De eerste is een rechtstreekse afstammeling van de originele klasse B Citizens Band, die met de beperking in frequentie en technische eisen en GMRS is de opvolger van klasse A Citizens Band.
In de jaren 70 werd er opnieuw een amateurband in de VS door CB gebruik bedreigd. Dat was toen er een voorstel werd gelanceerd om een nieuwe klasse E voor CB in te stellen, wat ten koste zou gaan van de 220 MHz band in de VS, de 1,25 meter band waar we het in het vorige deel al over hadden. Het was met name de oliecrisis van 1973 die de 11 meter band zijn grote populariteit bezorgde. De oliecrisis zorgde ervoor dat er een nationale maximale snelheid in de VS kwam van 55 mijl per uur. Truckers gingen hierdoor CB gebruiken om elkaar op de hoogte te stellen van plekken met speed traps, door lokale sheriffs gemaakt om truckers in de val te lokken met de hoge snelheden. En ook werden via CB de plekken met de laagste brandstofprijzen gedeeld. Daarnaast werden de bakjes door de truckers gebruikt om actie te voeren of bij grote stakingen. De populariteit bij de truckers bezorgde de bakkies een grotere algehele populariteit, die nog extra werd aangewakkerd door tv-series als The Dukes of Hazzard uit 1979 en het gebruik van bakkies in films als Smokey and the Bandit en Convoy, respectievelijk uit 1977 en 1978. Ook kwamen de bakkies geregeld in popsongs in de VS voor. Verder waren er in die tijd beroemdheden die op 27 MHz actief waren. De bekendste daarvan zijn ongetwijfeld First Lady Betty Ford, de echtgenote van president Gerald Ford, die de roepnaam First Mama gebruikte, en de bekende voice actor Mel Blanc, hier vooral bekend van de stem van Fred Flintstone, die met roepnamen als Bugs of Daffy actief was. De stemmen van Daffy Duck en Bugs Bunny werden inderdaad, net als Tweety Bird, Speedy Gonzales en nog veel meer, ook door Blanc verzorgd. In de VS was aanvankelijk het gebruik van een roepnaam die op de vergunning vermeld stond verplicht. Iedereen negeerde deze verplichting echter en gebruikte een zelfverzonnen call. In de jaren 70 en 80, toen de Citizens Band op zijn populairst was, breidde dit initiatief zich over de hele wereld uit, waarbij in veel landen precies of bijna precies de kanalen uit de VS werden overgenomen. Soms met kleine verschillen, zoals in Polen, waar alle kanalen 5 kHz lager in frequentie zitten. Er zijn ook landen met CB-banden op UHF 470 of op 800 MHz. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer: everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3JVB, voor altijd de joker van België. You bought another stupid ham radio. How much was it? Let's just say I cashed my paycheck at ham radio outlet this month. You know I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk? All the other guys on the 80-meter morning net and the 40-meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to ham radio outlet on my lunch break to pick up some PL2 59 connectors and saw that Kenwood I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit.